Hey iedereen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik een Q&A doen. Ik heb jullie gevraagd om vragen in te sturen via TikTok. Ja, Amber. En daar ga ik nu even een paar van beantwoorden. Ik heb best wel veel vragen al gekregen, dus ik ga ze natuurlijk niet allemaal doen. Ik ga even de leukste uitzoeken. En het begint te regenen. En dat is niet zo chill. Maar oké. Hoe oud zijn je ponies? Nou, Amber is 15. Fiona is 2,5. En Batman staat daar. Die is 8. Oké. Waarom heet je account zo hoe die nu heet? Nou, omdat ik Fiona had en Amber. En ik heb hun rassen gecombineerd. Dus Wels pony van Amber dus. En een Shetlander van Fiona. En dat heb ik gecombineerd. En toen werd het Wales Land. Want ja, land in Shetlands. Shetlander. Dus eigenlijk ja, zoiets. En wie vroeg dat? Emmeline 7PM142. Oké. Mijn favoriete kleur vraagt Lorraine.QuintyBFF. Mijn favoriete kleur is zwart. Ik vind het een kleur. Ik vind paars ook mooi en blauw vind ik ook heel leuk. Isa X Bob vraagt: heb je ook een paard waarop je kan rijden? Nee, dat heb ik niet. En ik rijd dus ook geen paard op het moment. Dus ja. Wat is je oudste pony? Vraagt Joy Horse and SSO Amber. Want Amber is 15. Kan je ook op ze rijden? Vraagt Lonneke.spikkel. Nee, ik ben te groot. Het zou wel kunnen, maar is niet handig. Oké, heb je ooit een haatreactie gekregen? Vraagt Helene_horsegirl. Ja, dat heb ik wel. Sommige vallen wel mee. Sommige, ja, ik weet niet. Ja, maar toch, ik denk dan van ja, weet je. Ze hebben er gewoon geen verstand van, laat ze maar. Maar toch is het lastig. Want het blijft toch steeds wel in je achterhoofd van... ik doe je ponies wat aan of zulke dingen. Dat is gewoon best wel... ja, heftig of zo. En toch kun je wel zeggen van ja, kijk er gewoon niet naar. Denk gewoon van ja... ja, dat is een statief, Amber. Denk er gewoon niet aan en zo. Maar ja, toch, het speelt altijd wel in je achterhoofd. Maar goed. Danny Bentley Feline Horses vraagt: wanneer ben je begonnen met YouTube? Een paar maanden geleden. Ik weet het niet meer echt precies. Maar de laatste tijd ben ik wel wat serieuzer bezig met YouTube eigenlijk. Waar hou je meer van? Chocolade of ijs? Vraagt alles Anouk 123. Ik denk chocola. Ik vind ijs ook heel lekker. Maar chocola eet ik meer. Dus ik denk chocola. Hoe lang heb je je ponies al? Vraagt .ananas.x. Eerst Fiona heb ik sinds 27 april 2019. Dus die is al een jaar, bijna een jaar bij ons. En Amber sinds juni. Ergens in juni hebben we haar een jaar. En Batman hebben we sinds september. Toch? Oktober, november. Of november. Ik weet het even niet meer. Wacht. Hoe even snel kijk ik? Wat heb ik met die... ja, lieverd. Met de datums in de war. Ja, november. Amber. Ja, sinds november. Ik weet niet, maar er zit echt niks lekkers in hoor. Wanneer ben je begonnen met TikTok? Vraagt Rix _ stuurman _. Dat staat ook wel ergens. Maar in september, dacht ik. Ja, in september.
ben ik ermee begonnen. Oké. Ga je ook vragen beantwoorden? Oké. Even kijken. Als je mocht kiezen van alle paarden op de wereld, welke zou je dan kiezen? Dat vraagt Tamira Loffertje. Als je paardenrassen bedoelt, zou ik heel graag een Fries willen. Maar ik wil ook wel heel graag een Tinker, dat vind ik ook wel leuk. Amber! Ik ben geen krabpaal, schuurpaal. Oké. Amber, ik probeer een video op te nemen. Wanneer ben je begonnen met rijden? Vraagt ASMR.2020.xxx. Toen ik 8 jaar oud was, begon ik met paardrijden op de manege. Oh, Amber, ga je weg? Oké. Even kijken. Wat is het leukste wat je ooit met je ponies heb gedaan? Vraagt Nevine onderstreep 0492. Met deze ponies. Het leukste dat ik met Fiona heb gedaan is dat ik heb gezwommen met haar. Dat was wel echt super leuk. Dat is wel het leukste wat ik met Fiona heb gedaan, denk ik. Ja. Even kijken. Wat doe je als je niet kan rijden? Vraagt weer ASMR.2020.xxx. Nou ja, ik rij eigenlijk niet. Dus ja, ik doe eigenlijk heel veel. Ik doe vrijdressuur. Longeren met ze. Ik ga wandelen. Gewoon spelen. Allerlei dingetjes. Dus ja, je kan echt superveel doen. Grondwerk. Echt van alles. Zoek maar op internet. Je kan echt superveel doen. Het draait natuurlijk ook niet echt allemaal bedrijven. Het is ook echt grondwerk is ook heel belangrijk. Staan je ponies bij je huis of een random stal? Vraagt Hanna de Pippa Lover. Ze staan bij mijn vriend aan huis. Dus ja, ze staan eigenlijk gewoon aan huis. Wat wil je bereiken met je ponies? Vraagt dezelfde weer. Hey Batman, kom eens. Ik wil heel graag shows geven. Dat is echt iets dat ik denk. Wil je niet langs de camera? Dat is echt iets wat ik echt heel graag wil. Batman, kom eens. Batman staat achter de camera. Hij is een beetje bang voor camera's. Oké, wie van je ponies is het eigenwijs? Vraagt weer dezelfde. Dat is Fiona. Het eigenwijs. Ik weet niet. Ik denk Fiona. Ik weet niet. Fiona, ben je eigenwijs? Volgens mij wel. Jongens, het wordt in één keer heel gezellig hier. Kijk uit. Ja, Batman. Batman op de video. Batman, ja. Batman. Oké, jullie kunnen ze hoofd zien. Oké, ik denk Fiona. Houden je ouders van paarden? Vraag weer dezelfde. Er zit heel veel vragen ingestuurd. Nee, ze houden niet van paarden. Gewoon niet. Ze vinden het wel leuk. Maar, hallo. Niet omstoten. Amber. Nee, maar ze houden niet van. Ze vinden het gewoon wel leuk voor mij. Maar niet om zelf te hebben. De ponies die staan achter de camera. Dan moet ik echt lachen. Op welke leeftijd kreeg je een eigen paard? Of eigen paarden? Nou ja, ik kreeg ze niet, ik kocht ze. Maar ik was 19. Toch? Ja, ik was 19. Ik ben nu 20, dus... Fiona, kom eens hier. Nee? Oké. Waarom neem je niet meer ponies? Wordt er ook gevraagd. Je hebt er ook geld voor nodig. Het is niet zo heel makkelijk. Als je denkt gewoon, even meer ponies kopen, weet je wel. Daar heb je ook geld voor nodig. En ruimte voor nodig. En wie weet. Maar, nee, het is niet zo heel makkelijk om steeds maar nieuwe
paarden te kopen. Dus ja. Ja, Amber, dat kijk je uit. Jongens, hou het even leuk. Batman die gaat in één keer voor me langs. Welke pony schrikt vaak? Ja, ik weet niet. Ze schrikken allemaal niet zo heel snel. Maar ja, Amber of Batman? Fiona eigenlijk bijna nooit. Nee, Fiona. Wie van je ponies kan het best springen? Vraagt Hanna de Pippa Lover. Jongens. Batman. Fiona. Batman kan echt wel het beste springen, maar Amber kan ook heel goed springen. Maar wat ik van Batman heb gezien, kan hij dat ook echt super goed. Noortje tussendoortje vraagt, wat vind je van paardenmarkten? Ja, wat vind ik ervan? Ik ben er wel eens geweest. En ik kreeg niet echt zo'n prettig gevoel. Of zo. Dus dat zegt wel genoeg. Ja. Dus ja, dat zegt ook wel genoeg, ja. Ja, lieverds, ik probeer vragen te beantwoorden. Oké. Met welke pony verwacht je het meeste te bereiken? Fiona. Ze is een klungel, maar ik hoop over een po... Kijk uit! Fiona. Ik hoop over een poosje dat, dat we heel veel kunnen bereiken. Ja. Even kijken. Applecheck verbod of YouTube verbod? Dat vind ik wel lastig. Want ik kijk ook altijd heel vaak YouTube filmpjes. En ja, Applecheck verbod als je niet meer in de winkel mag komen. Ik kan ook naar de Divosa gaan. En ik kan nog online bestellen bij Applecheck. Dus dan denk ik dat ik voor een Applecheck verbod ga. Want dan kan ik ook gewoon nog online paardenspullen bestellen. En naar andere paardenwinkels. Dus, Fiona, kom, blijf bij mij. Blijf bij mij. Wat is je lievelingsras? Vraagt Meertje onderzeepje 090. Oh, doei. Een Fries. Ik vind Fries echt super mooi. Hanna, de Pippa Lover, vraagt, heb ik te veel vragen gesteld? Nee hoor. Maar ik ga ze niet allemaal beantwoorden. Dat wordt me te gek. Even kijken als er alweer nieuwe vragen binnen zijn gekomen. Oh, ik zie er alweer een van. Ga je nog een pony kopen? Of, wat was dat? Ga je nog een pony kopen? Nou, wie weet. Geen idee. Wat vinden je vrienden van je ponies? Vraagt isadepizza.nl. Ze vinden het gewoon heel leuk voor me. En een paar van mijn vrienden die vinden paarden ook allemaal hartstikke leuk. Dus ik vind het allemaal echt super leuk. Even kijken. Officieel onderstreepje Isa onderstreepje XOXO vraagt, waarom besloot je ponies te nemen? Nou, ik wil heel lang paarden of ponies. Ik wou gewoon een eigen pony. En ja, ik begon gewoon te werken en zo. Maar ja, ik had dus nog niet echt veel plek. Nou ja, toen kreeg ik een vriend die dit allemaal heeft. En ja, toen had ik er eigenlijk ook nog helemaal niet echt aan gedacht om een pony te nemen. En toen kregen we het er zo over. En toen gingen we naar ponies kijken. En toen voor de derde keer gingen we naar... Nee, tweede keer gingen we... Nee, we gingen eerst bij... twee ponies kijken, nee, dat vonden we gewoon niks. En toen de tweede keer toen we bij een pony gingen kijken, was dat Fiona. En ja, we hadden nog niet echt iets van, we willen nu meteen een pony kopen. We dachten gewoon van, nou, we gaan even kijken wat we leuk vinden. Hoe dat gewoon allemaal, ja, gewoon kijken wat voor karakter we leuk vinden en wat voor pony we leuk vinden. En in één keer, ja, toen zagen we Fiona en we waren eigenlijk helemaal al weg ervan. En toen, ja, toen wou ik haar eigenlijk wel. Dus zijn we nog een keertje gaan kijken. Ja, en toen besloten we haar om te kopen. Alleen, ja, we hadden nog geen weiland. Want dit was er allemaal nog niet. Dit hebben we zelf ook gemaakt. En toen hebben we
heb ik een vriendin van mij opgebeld en gezegd van ja, kan Fiona even een poosje bij jullie staan voordat we het weiland af hadden. Nou ja, toen hadden we al gekocht. En toen, een dag later, kwam ze al bij haar staan. Dus het was echt, het ging allemaal super snel, maar ik ben wel echt super blij dat ik haar heb. En ja, voor mij was dat wel een beetje, denk ik. Oh, iemand vraagt ponylover onderstreepje XOXO67. Hoe lang heb je een relatie? 1,5 jaar ongeveer. En als je een feude zou maken met Batman, wie van je dames zou je dekken? Nou, Batman is een ruin. Dus dat gaat niet. Maar als Batman een hengst was, had ik hem op Fiona gezet. Maar ja, hij is geen hengst. En gelukkig maar, denk ik. Want anders zat hij al bovenop iedereen. Nou, en dat was deze Q&A. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat ook zeker eventjes een like achter en abonneer even en doe al die dingetjes even. En ja, tot de volgende keer.